Beetje ver gaan, gisteren. Het kan als grapje opgevat worden, maar omdat het vanuit jou komt en omdat er natuurlijk al een drama omheen is, ging dat te ver. En ik vond hem ook, Timos, Botox en Rioolwat, vooral Rioolwat, vond ik wel erg ver gaan. Ja, ik heb het voor mama gedaan. Mama heeft Gerrit Rioolwat genoemd. Okay. Leni, topper. Ja. Maar, ja, die vond ik ver, maar inderdaad, het is hier gewoon pesten. Ja. Dat zonder twijfel. Dus kijk, ik wil zeker met een balans komen dat we het allemaal oké vinden. Kijk, voor bonus had ik wil graag een poster in de magazine hebben. En daar wou ik eigenlijk Katie op hebben. Dat ze die kunnen ophangen als poster. Ja. Iedereen weet het nu, heel leuk allemaal. Maar ik wil haar dus niet op de cover. Dus ik heb een ander ideetje. Ik wil in plaats van 100 stuks, wil ik 140 stuks bestellen. Yeah. En dan wil ik van elk Utopiaan, wil ik 10 stuks. Extra. Dus 140 stuks heb je. En dan 10 stuks zijn met jouw kopie erop. 10 stuks met een Merel, 10 stuks met een Gerrit. Dat iedereen 10 stuks heeft met zijn kopie erop als cover. En zo denk ik dat ik een balans erin zie, dat iedereen op de cover kan. En het ligt dan aan de mensen thuis wie ze dan willen. Dat is wel een goeie, maar kan je ze per 10 oplagen kopen? Weet ik niet, maar ik denk als ik het heel even met ze bespreek, dat het wel goed komt. Ja, dat zou wel een hele goeie zijn. Dat zou wel een hele goeie zijn, ja. Zou jij voor zijn? Ja. Oké. Okay. Natuurlijk. Ja, top. Tuurlijk. Maar weet je, ik zie het dan van een grafisch oogpunt. Je gaat geen groepsfoto op de cover zetten. Nee, maar dat hebben we zelf al gezien. Ja. En toen we die lampionnetjes er op de grote, kleurrijke boel of zo. Nee. Nee, klopt. Nee, maar ik vind het een goede oplossing. Ja, toch? Sowieso. Sowieso. Okay, dus ik ga even iedereen langs om te kijken wat iedereen hiervan vindt. Zijn er mensen op tegen? Ik ben alleen nog bij Bren en jou geweest. Oh. Dus er is nog niemand erop tegen. Gelukkig. Oké. Okay. Nee, maar ik vind het een goed idee. Ja? Ja, goeie. Oké, okay, toch. Goeie. Lekker pik. Alles voor Leni. Yes, mama. Maris? Is er? Je hoeft niet gelijk te reageren. Ik zeg alleen, wat is er? Dat is gewoon een normale antwoord. Of niet? Maar op de manier hoe je het zegt. Wat is er, zeg ik? Er zijn twee mailtjes binnengekomen. Ja. Yeah. En die hebben het magazine gecanceld. Ja. Yeah. Om het feit van dat er pestgedrag gedrag is tegenover mij. Dat zien hun. Ja. Yeah. En Ik heb geen pestgedrag naar jou toe. Nou ja, ze zien dat. Ik weet niet over wie precies. Nou ja, misschien lichtelijk zie ik het of weet ik het. Maar ik doe me daar verder geen uitspraken over. Dus ik wil een soort van balans vinden. Want ik vind het gewoon sneu dat twee mensen hebben geannuleerd voor de magazine. Ja, dus ben ik met een leuke oplossing gekomen. Er is natuurlijk net gezegd dat Katie op de voorgrond of op de cover komt. Ja. Mijn idee was als bonus, want ik wou juist een poster erin hebben, dat Katie dat zou zijn. Ja. En ik wil dat het nog steeds doorgaat. Ja. Dus is het misschien een leuk idee dat we in plaats van 100 stuks, 140 stuks gaan bestellen. En dat elke Utopiaan dan op de cover komt te staan. Dus dan heb jij 10 magazines met jouw kopieën op de voorkant. Merel 10 magazines met haar kopie op de voorkant. Dat iedereen op de cover staat. Ik hoef niet op de voorkant. Jij hoeft niet op de voorkant? Want ik vind dat dan nog iets persoonlijks is. En niet voor allemaal. Dan krijg je mensen dat ze dat magazine wel willen en dat magazine niet willen. Ik zie dat commercieel niet sterk. Heel eerlijk. Oké, dus jij bent niet voor? Nee. Oké. Okay. Nee. Maar stel je voor dat de meerderheid het wel oké vindt, doe je daar dan wel aan mee? Nee, omdat ik het commercieel niet sterk vind. En ik vind dat je dan krijgt van, oh, ik wil die van Shelly hebben of ik wil die van die. En dat is super gedoe ook met versturen, dus dat vind ik ook drie keer niks. Maar dat heb je toch ook met de producten die nu online staan? Welke dingen wel goed lopen, welke dingen niet goed lopen? Dat is iets anders dan dat je dat allemaal uit moet gaan zoeken. En we zouden hier in eerste instantie ook nog een proefdruk krijgen voordat die online gingen. Dat was wel de afspraak.
Dat had je afgesproken en ik zou je waarom helpen. Waarom heb je op het moment dan niet zelf iets gezegd? Hey, wacht even, Sjaal, ik zou je ook helpen. Dat heb ik je ook aangegeven voor het eventueel goedkoper kunnen, want ik vind het nog steeds... Jij wilt jezelf alleen maar beter uit dit gesprek... Nee, helemaal niet, Shelly. Ik heb... Hoe vaak heb ik mijn hulp aangeboden? Ik heb tegen jou een paar keer gezegd ook over het magazine. Het kan goedkoper. Je hebt er niks mee gedaan. Jawel, ik heb gekeken. Ik heb allemaal mailtjes de deur uitgestuurd. Maar Shelly, ik heb die contacten voor je. Merel heeft ook dingen benaderd ervoor. Je doet er helemaal niks meer mee. Ik ga nu alleen maar in... Ik heb superveel mailtjes de deur uitgestuurd. Maar ik heb tegen jou gezegd... ik heb gekeken wat het goedkoopste was. Maar ik heb... Shelly, ik heb... Ik heb wat gedaan met jouw advies. Ja, ik heb je hulp aangeboden en je doet er weer niks mee. Dat is dus het punt. Dat is de zoveelste keer. Maar ik hoef niet per se altijd naar jou te luisteren. Nee, maar Shelly, als het meer dan de helft goedkoper kan, dat ik weet. Ja, maar... Daar doe je niks mee. Ja, maar waarom kom je er dan zelf niet mee? Waarom hoe vaak heb ik het tegen je gezegd? Maar waarom doe je het tegen jou gezegd? Waarom moet je tegen omdat jij... een goedkeuring krijgen? Nee, omdat jij aan mij zou... Ik heb aan jou aangegeven of je mij wat wilde aanleveren. Wat je precies nodig hebt. En dat heb je niet gedaan. Ik ben nog steeds niet voor het magazine. Ik doe het voor Hiske, het interview, voor Utopia. Voor de rest ben ik er fel op tegen. Ja, belachelijk. Ja, vind je? Ja, want jij vindt altijd alles belachelijk. Shelly vindt alles belachelijk. Jij hebt altijd gelijk. Altijd ja, maar nee, dat vind jij dus altijd. Dag. Want een ander heeft nooit gelijk volgens jou, Shelly. Papegaai. Ikke. In die wereld leef jij. Je leert er nooit wat van. Oh. En je doet ook geen ene moer de hele dag. Ja, doei. Ja, doei. Maar lekker verder, zei ik. Ja, dag Shelly. Meer, heb je even? Ja, wat dan? Er zijn twee mailtjes binnengekomen van de magazine. Ja. Die twee mensen willen het cancelen. Om het feit van dat ze pestgedrag zien en dat ze dat niet ondersteunen. En dat ze vinden dat de rest hun plasje weer eroverheen moeten doen. Ik zie het soms ook zo. Alleen, ik vind het gewoon sneu dat er nu twee magazines zijn gecanceld. Mm-hmm. Dus ik wil er een soort van balans in vinden. We hebben net gezegd in de vergadering dat Katie op de voorgrond zou komen of op de cover. En daar komt een bonus in. En de bonus was een poster. En ik wil eigenlijk Katie als poster erin hebben, zodat dat een soort van verrassing is voor de kijker thuis. Mm-hmm. Dus ik ben met een idee gekomen van, is het misschien een leuk idee om 140 stuks te bestellen? Dat iedereen dus 10 stuks heeft waar jouw kopie op staat, waar mijn kopie op staat, waar Gerrit's kopie op staat. Dat iedereen dus een cover heeft. Ja.
Maar dan heb je dus sowieso 10 stuks van iedereen. Ja. En dan, als dat, stel voor jij loopt supergoed, dan moeten we voor jou dan meer bijbestellen. Dat we het dan zo doen, dat er een soort van balans in vindt, dat iedereen die cover of op de cover komt, dat iedereen dat heeft. Maar het punt van de hele cover is dat die algemeen moet zijn, dat het een groepsproduct is. Maar ja, kijk, stel je voor, er is iemand die van ons alle 14 fan is, dan kan diegene ook ze alle 14 kopen als diegene wil dat die op de cover staat. Dus dan wil je een magazine aanbieden met al onze kopies? Of een gezamenlijke? Ja, gezamenlijk is geen nut. Dus je bedoelt een groepsfoto? Of... Nou, kijk, mijn punt van die hele cover is van, oké, als we zoiets doen, maar laten we dan ook iets algemeens pakken. Ja, jij bedoelt dus bijvoorbeeld de silo. Bijvoorbeeld, maar ik hoef niet per se met mijn hoofd op de voorkant, omdat ik dan ook vind dat het geen algemeen product meer is. Mm-hmm. Ik vind het een algemeen product als we dit inderdaad met z'n allen doen en als we dit, een silo inderdaad, of Katie, of een groepsfoto, of weet ik veel wat, dat we dat dan voorop zetten. Mm-hmm. Dus... Alleen, kijk, Katie zou een goed idee zijn, maar ik heb best wel een visie in mijn hoofd over het magazine. Mm-hmm. En haar wou ik gewoon als poster erin hebben. Okay. De silo heb ik geprobeerd. Het ziet er gewoon super saai uit. Het is gewoon zo flats als het maar kan. Het heeft geen kleur, het is gewoon niet leuk. En alles wat hier op het terrein bijna staat, heeft geen kleur en is niet leuk. En als je nou een leuke setting bij de open haard maakt, met de open haard aan en daarnaast twee banken. En dat de meiden bijvoorbeeld voor zitten, de mannen erachter staan. Is dat geen leuke voorkant? Ja, ik ben dus bang dat het te druk is. Want we hebben de groepsfoto al op de cover gezet en het zag er gewoon niet overzichtelijk uit. Ja, maar je hebt ook een groepsfoto, want die van de kalender is natuurlijk ook super lelijk. Die ene op het strand, die eigenlijk ook voor de kalender, die hebben we even gepakt om te kijken hoe dat staat. Weet je, daar had je wat meer kleur en de zon scheen, dus het was veel leuker. Maar dat was gewoon te druk. Het staat niet mooi. En het is dan weer zoiets als de kalender. Dus daarom dacht ik van, ik wil een ander idee dan hebben en dat er een soort van balans in komt. Ja, ik snap je idee wel en misschien is het ook wel goed, maar dan ga je dus wel weer zo'n kistjesverhaal krijgen. Hashtag team Milo, hashtag team dit, hashtag team dat. Snap je? Dan heb je dadelijk, heb je dan weer zoiets dat bijvoorbeeld een cover van Dylan 2 keer verkocht wordt en die van een ander 50 keer. Snap je? Krijg je daar weer gezeik over. Ja. Ja, dat denk je, ik. Weet ik niet. Ik weet het niet. Laat ik het zo zeggen, als je er 140 bestelt, dus 10 van iedereen, denk ik niet dat iedereen 10 keer... En stel je voor dat we dat gewoon eenmalig doen. We bestellen er 140, iedereen staat er 10 keer met zijn kopie op. De een loopt waarschijnlijk sneller dan de ander. Dat we het gewoon daarbij houden. Want het is toch maar een magazine die ik maar eenmalig wil uitbrengen. Weet je, op is op. Ja, maar dan wil je maar 140 stuks verkopen. Ja. Want ik zou juist kijken, als dit echt zo'n succes wordt, dan zou ik ook uiteindelijk dat je er 500 kan bestellen. Dat je het elke keer bijbestelt, maar dat het een eenmalige editie is, dat wel. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar alleen... ja, in het kader van met z'n allen, zeg maar, van groepsproduct, ik vind het een goede oplossing. Maar je gaat er denk ik op een andere manier weer gezeik mee krijgen. Mm-hmm. Dat mensen zich achtergesteld voelen, dat mensen denken, oh shit, ik ben niet populair. En andere mensen denken, oh, ik ben wel populair. Mm-hmm. Daar ben ik gewoon heel erg bang voor. Ja. En als je dan Katie als poster wil, oké, dat snap ik dan. Maar, en als je dan zegt van met z'n allen op de voorkant, maar dat wordt te druk. Dan zouden we misschien moeten kijken, hoe kunnen we hier een setting creëren waarbij het niet te druk wordt. Misschien op het podium met een zwarte achtergrond. Het is meer de mensen. Het is te veel mensen. Te veel mensen. Het is 14 mensen en het is gewoon te druk. Als je de cover dan ziet, dan het is... Ja, ik kan het niet eens uitleggen. Qua vormgeving zei Dylan ook al van het is gewoon veel te druk. Dus dacht ik, wat is er nog meer? Wat zou een oplossing kunnen zijn? Dus ik kwam met dit. Maar ja, dat kan er zeker wel uitkomen. Ja, daar ben ik bang voor. En dan ga je dat gezeik weer krijgen. Aan de andere kant, als iedereen daarmee akkoord gaat, dan gaan we dus ook akkoord met eventueel... Ja, kijk, jij bent de vierde die ik nu aanspreek. Ja. Nou ja, Brandon en Dylan hebben akkoord, Mariska heeft geen akkoord. Ja, het maakt me ook eigenlijk niet heel veel uit wat anderen zeggen. Ja, het is misschien een goede oplossing. Maar ja. Ja, wat moet je anders doen? Ik weet het eigenlijk ook zo snel niet. Ja, ik weet het ook niet. Kijk, als er hier nou een leuk iets zou zijn, wat kleurrijk zou zijn, wat utopia... Maar dat is er gewoon niet. Ik wil...
ik had die lampionnetjes, had ik zelfs als achtergrond gedaan, omdat ik dacht van, of als cover, ja. Dat ik dacht van kleur. Ja. Zelfs dat zag er niet echt heel leuk uit. Het is allemaal heel grauw en heel, ja, weet ik niet. Gewoon niet leuk. Als je de covers niet denkt van, oh ja. Maar als je toch een magazine hebt, dan heb je toch, stel je hebt zo'n foto, maar dan staat hier toch, hier staat iets heel heftigs wat iemand een keer heeft gezegd. Hier staat hier, Utopia stop, daar staat dat. Ja, dat ja. Staat helemaal vol groot, klein, kleur. Ja. Dus daar zou je ook naar kunnen kijken, naar die opmaak, dat je dat heel overdreven maakt. Mm-hmm. En dat je desnoods een zwarte achtergrond doet met alleen Utopia, of dat je die geiten erop zet, of weet ik veel wat. Mm-hmm. Is dat dan niet iets? Weet ik niet. Ja, kijk, ik heb geen vormgeving gestudeerd, dus ik heb ik weet alleen wel dat, dat de objecten wat hier nu staan, dat te saai is voor een cover. Ja, dat vind ik. En qua opmaak, qua lettertype, met dingen wat er in het magazine komt te staan, is misschien wel leuk. Alleen, ik denk niet dat dat superleuk is, laat maar zeggen. Nee. Dat het, ja... Misschien een beetje cliché, laat maar zo. Misschien moet je dat proberen. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik ervan vind. Ik vind het een heel goed alternatief. Goed bedacht, dat zeker. Alleen ja, ik zit gewoon met in het kader van een algemeen product. Gaan we hem weer personaliseren? Want dan maakt het eigenlijk ook niet uit of jij er nou op staat. Of dat we allemaal onze cover hebben. Want ik zeg, ik hoef echt niet per se op die cover te staan. Dus ja, daar zit ik dan meer mee. Mm-hmm. Maar goed, als iedereen het een goed idee vindt, dan ga ik daarmee in mee natuurlijk. Maar waar kan ik jou dan op dit moment zetten? Nou, zet mij maar bij meeste stemmen gelden. Oké. Dan zet ik even hier. Ja, ik weet even... Nee, ik weet even niet... Of wat je... En als ik nou zelf een goed idee had, dan kunnen zeggen, nee, ik ben het er niet mee eens, want ik heb een goed idee, maar... Ja. Als ik nu zo denk, en ik kijk hier over het terrein, denk ik, ja, inderdaad, ja, wat moet je dan doen? Ja, ik weet het echt niet. Nee. Ik vind die lampjes vind ik het enige dat ik denk van, ja, dat is echt kleurrijk, maar ja, ik ga niet een cover met lampjes... Nee, snap ik ook weer. De iets utopiaans hebben we ook niet echt. Ja, de silo inderdaad, maar de boot ziet dus er ook niet uit. Het is gewoon een blik wat je ziet aan de voorkant. En dat vind ik gewoon, ja, niet echt pakkend of zo. Nee. En een collage. Dus allemaal dingetjes. Ja, ik denk dat dat ook te veel is. Allemaal hoofden. Al onze hoofden. Ik denk dat dat bijna hetzelfde is als een groepsfoto. Ja. Ik denk dat zelfs nog drukker is, collage. Ja. Nee, ik weet echt niet, Shell, echt. En ik heb echt geen goed idee. Dus ik kan ook niet zeggen van, vind het goed of fout. Want dan moet ik met een beter idee komen. Maar dat ja, weet ik echt even niet. Oké. Okay. Maar ik zal erover nadenken. Als ik echt iets leuks heb, dan hoor je het wel. Maar voor nu... Nee, ik zou het ook echt niet weten. Oké. Okay. Nee, is goed. Ja? Oké, okay, laat maar weten. Ja, hij is leuk, hè? Nee, nu alleen die. Ja, ik vind hem zelf ook echt heel leuk. Ja. 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 Weet je welke kleuren ze hebben? Die ook. Ja, zij ook. En Lex heeft hem ook. I want to be a macho. Oh, je gaat... Oh, nee.